laatste tijd zijn mijn video's meer klagen en zagen dan iets anders. Dus het is nog eens tijd voor iets leuks, dames en heren. Ik ben jarig! En deze hoed is echt niet relevant. Ik bedoel, het is uit de Albert Heijn. Er staan bloemetjes op. Maar ik ben jarig! En eigenlijk boeien verjaardagen mij niet zoveel. En vind ik het eigenlijk leuker om iemand anders zijn verjaardag te vieren dan die van mijzelf. Maar vandaag ga ik jullie denk ik wel een heel leuk verhaal vertellen. Want dit is eigenlijk wel de leukste verjaardag dat ik ooit heb gehad in mijn hele leven. En daar zit er wel een klein verhaaltje achter. Dus het kan zijn dat deze video wel langer is. Het kan zijn dat deze video iets emotioneler is en minder actief dan de andere video's. Maar er zit wel een heel mooi concept in dit verhaal. Dus dames en heren, ik zou zeker zeggen, blijf zeker kijken. En ben je niet zo iemand die denkt van, ik zou je heel graag een cadeautje geven, maar ik weet niet hoe. Er is maar één cadeau waarvoor ik kan vragen en dat is, blijf zeker kijken naar mijn video's. En natuurlijk, ja... Ja, snap je? Like de video. Dames en heren, ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik jarig, ik ben 17 jaar. Holy shit, bijna volwassen. No way, Jose. Ik vind verjaardagen normaal niet zo leuk, omdat ik niet ouder wil worden. Toen ik 8 jaar was, ben ik eens beginnen huilen, omdat ik niet ouder wil worden. En dat ik gewoon een kleine jongen wil blijven. Omdat ik toen al voelde dat er allemaal dingen bij kwamen. En eigenlijk elk jaar als je ouder wordt, krijg je meer verantwoordelijkheid. En dan hoor je volwassenen dat ook wel eens zeggen tegen je. Kom aan, hè. Je bent al 16 jaar, je mag je een beetje beginnen gedragen. Weet je hoe jammer ik dat vind als mensen dat zeggen? Het is alsof elk jaar als je ouder wordt, je jeugd aan het verliezen bent. Dat is wel zo. Maar ik wil niet oud en wijs worden. Ik wil jong en fucking grand om blijven. Ik wil niet zo'n serieuze volwassene worden die elke dag in zijn pak, in de auto, naar zijn werk rijdt en de hele dag op een stoel zit. Ik wil gewoon mezelf blijven zoals nu. Ik wil gewoon 16 blijven. Ik dacht dat 16 de perfecte leeftijd was. Ik heb een geweldig jaar gehad. Ik heb een droom doen uitkomen. Maar waarom dit dan eigenlijk echt de leukste verjaardag is die ik ooit heb gehad? Dat is omdat ik gewoon niks van druk op mij heb van negatieve dingen. Vorig jaar heb ik de slechtste verjaardag ooit gehad. Mijn computer was kapot gegaan op mijn verjaardag, waardoor ik mijn geplande livestream niet kon doen. Ik had niet echt vrienden, want ik had super veel ruzie met mijn vrienden hier, omdat zij dachten dat ik hen had laten vallen voor mijn YouTube vrienden toen. Dat was dus de squad en zo. Dus ik had eigenlijk niemand om mijn verjaardag te vieren en ik heb de hele dag alleen thuis gezeten, geprobeerd om mijn computer te fixen. Wat natuurlijk niet gelukt is, want ik snap niks van computers. Het jaar daarvoor was YouTube nog niet echt zo'n ding in mijn leven en was het eigenlijk gewoon de typischste verjaardag ooit. Ik zat thuis aan de tafel met mijn familie een taart te eten. En ik kreeg heel veel cadeautjes. Want ik had ook een goed rapport en zo. En dan krijg je veel geld. En nu heb ik ook een goed rapport. Yo, we gaan positief blijven. Het is mijn verjaardag. Waarom moet de school dan altijd het rapport geven op mijn verjaardag? Waarom? Maar kijk, elk jaar kreeg ik wel het allercoolste verjaardagscadeau ooit. Zomervakantie. Elk jaar opnieuw is het op mijn verjaardag gewoon bijna altijd de laatste schooldag. Voor mij natuurlijk al iets langer, maar oké. Vanaf vandaag is het voor mij officieel zomervakantie. En dat maakt mij zo blij! Zomer! En het is ook de allereerste zomer dat ik niet moet werken. Ik moet niet op het strand gaan werken. Ik ben geen kelner in een of andere horecazaak. En ik kan YouTube-video's maken. En ik ben zo fucking blij. Yo, I'm so fucking happy right now. Het is geweldig. Ik heb jullie, ik heb YouTube, ik heb vrienden. Geld is helemaal geen probleem. Ik kan doen wat ik wil. En ik kan leuke video's voor jullie maken de hele zomer lang. Geen domme uitvluchten dat ik vroeg me opstaan voor mijn werk. Om het dan een beetje leuk te zeggen. YouTube is mijn werk. Ik heb alles wat ik wil op dit moment. Het is alsof het gelukt is. Ik wou een beetje bekend worden met YouTube. Maar ik wou er ook plezier in houden. En ik ben zo fucking blij. Kijk, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik heb het al superveel gezegd in video's. Maar ga voor je droom. En wat je daar ook voor aan de kant moet zetten. Het gaat fucking hard zijn. Ik wil niet weten hoeveel keer dat ik al gehuild heb voor YouTube. Ik wil niet weten hoeveel keer dat ik al heb wakker gelegen s'nachts. En eigenlijk dacht van wat de fuck doe ik eigenlijk met mijn leven. Je wil niet weten hoeveel keer dat ik al met mijn muis heb gestaan op die knop van channel verwijderen. Om het gewoon allemaal te beëindigen en weer een normale jongen te worden. Alle dingen die je doet, ook je fouten, zorgen ervoor dat je de persoon bent wie je op dit moment bent. Zonder je fouten zou je iemand heel anders zijn. Stel nu dat ik nooit uit de squad was gegaan en dat ik altijd gewoon in die groep gebleven was. Dan had ik ten eerste veel minder subs, maar dat boeit mij niet echt. Misschien een heel klein beetje. Maar dan was de stijl van mijn video's ook volledig anders. Ik zat in een squad en dat was een hele leuke vriendengroep, maar ongewild beïnvloedt iedereen elkaar een beetje.
En dan heb ik het over videostijl, video's maken en onderwerpen voor video's. En iedereen beïnvloedt elkaar daar een beetje in, waardoor je eigenlijk niet volledig vrij kan zijn in je hoofd. Toen ik uit de squat was gegaan, heb ik fucking veel gehuild. Wou ik stoppen met YouTube, toen had ik echt een van de slechtste periodes van mijn leven. Maar nu, wow, nu is Acid echt mijn hoofd. Alles wat jullie zien, alles wat ik zeg, alles wat ik doe, dat komt strijd uit mijn hoofd in de camera. Ik heb hier geen script liggen of zo. Het enige wat ik hier heb liggen is een bakhandschoen van de Belgen. Het is super chill. Ik ben 17 jaar en ja, oké, ik ben misschien ouder aan het worden en misschien moet ik eens verantwoordelijkheid beginnen krijgen. Dat komt wel als het nodig is en die tijd is niet nu. I'm so happy that it's my birthday. I'm happy. Acid, ga je ook nog naar feestjes? Ik heb gisteravond een soort van feestje gehad voor mijn verjaardag. Er is wel wat kara gedronken. Pittig veel. Maar voor de rest was het ook gewoon een leuke avond met mijn vrienden. Dus dames en heren, ik zou zeggen bedankt om mijn hele jaar, mijn hele levensjaar geweldig te maken. Zonder jullie was ik nog altijd zo'n random dude die niemand kende en die gewoon een paar rare dingen deed. Ik dank jullie voor dat. En dat is het beste verjaardagscadeau dat ik ooit kan krijgen. En dat is jullie steun en jullie ogen die naar mij kijken op YouTube. Dat verwarmt mijn hart elke avond als ik in mijn bed lig. Ik hou van jullie. En tot morgen! De nieuwe video. 17 jaar, motherfuckers. Chickies, hit me up. I'm 17 now.